Good evening iedereen, welkom in Oost. Die whisky, dat is de beleving en dat is de storytelling die er omheen komt. Ja, en dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Een nieuwe whisky in een fantastische setting gepresenteerd. Nou, die spannende wijn dan uit. Ik bewijs mijn hoofd uitzondering met jullie mee met de 23 graden van mijn. Je ruikt hier ook een beetje de citrus in. De deze whisky, dat echt iets heel speciaals is. Een frisse salade van appel, druif, dille en limoen. Alsof het bij de whisky zou moeten passen. Ja, die moet daar. Zei het net, hè? Whisky is beleving, whisky is emotie. Deze whisky, de 21 jaar oude Grand Reserve. Daar hebben we een keuze gemaakt hebben met wat ik al vertelde, die van zal lekker. Hè? Dat zeg je dan. Maar dit gaat wel lekker. Ochtend 5, daarna gebraden, kortom. Ze hebben de grootste voorraad aan whisky die ouder dan 30 jaar is. Het is heel karakteristiek, het is heel speciaals. Allemaal een klein hoeveelheid van een 26 jaar oude Glenfiddich. Dat je dan echt denkt, oké, dit is wel een different ding. Twee jaar later, toch het advies opgevormd. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, geniet even heel intens van deze whisky. 9 jaar wachten en zien wat er dan gebeurt. Nou, 22 jaar oude whisky. Hebben we in een oud Bordeaux vat gestopt. Grand Château, 31 jaar oud. Oh. Ja, en daar ruik ik altijd van de kurken. Ja, laat vooral jezelf bepalen wat de smaak ervan is. Ja, dank jullie wel. Bedankt.